Ik dank u, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas, BBB. Laatste vraag of opmerking. Dank u wel. Ik hoor dat mevrouw Simons zich misschien zo lekker voelt. En ik wil haar eigenlijk vragen of ze gewoon lekker haar bedje in gaat kruipen. Ik vind het, hier staat gewoon een ziekenkamerlid toch te strijden voor mensen die in de knel zitten. Dus ik zou gewoon lekker naar huis gaan, lekker naar bed. En donderdag er weer bij zijn. Goede moties indienen voor de mensen voor wie je strijdt. Mevrouw, voorzitter, ik wil mevrouw Van der Plas heel erg bedanken, maar ik moet haar wel waarschuwen. Als u zo doorgaat, mevrouw Van der Plas, dan gaan mensen nog denken dat we elkaar echt heel aardig vinden. En dat we iets anders roken dan een sigaretje zo af en toe voor de deur. Maar ik ga uw advies opvolgen, mevrouw Van der Plas, zeg ik via de voorzitter. Want ik denk inderdaad dat dat voor mij nu het beste is. En dat geldt denk ik voor ons allemaal, zeg ik maar. U was de laatste spreker, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze beraadslaging.